Kijk, je jongens ben raken me zo groter ook en dan. Raken me zo kinderen, bekkig ook al wat dingen. En op een middag stap Jannie bij zijn ma. En die komt bij zijn. Zijn ma gaat kosten. Hij zei ma. Zijn ma zei wat ze moet daar. Hij zei ma, ze liep geloven wat gestaan in die huis gebeurd. Zijn ma los alles net zo. Ze zei, je beter vertel. Hij zei ma, gestaan toen ma op het dorp was bij die schoolvergadering. Hij zei, dus pa en die sari hier in die gang af. Hij zei ma, toen doen ze. Ma zei, wacht net zo beetje, boeta. Wacht net zo beetje. Ze zei, ma, zei je wat ons maakt met die bezigheid. Vandaan is ons rustig zitten eten. Zo'n mooie familie. Daar sta je op en dan vertel je die story binnen je pa's gezicht. En maak je jouw geldje. Ah, ik denk, het klinkt even om naar bezigheidsplan. Alle die aan net zo die tweede opgevat. Toen sprang hij een man los aan op toen hij kon bijstafel. Hij zei, ma. Zei, ma, zei wat ze moet. Hij zei, ma zal nooit geloven. Wat gisteravond in die huis gebeurd. Zei, ma, zei maar vertel. Hij zei, ma, gisteravond toen ma op die dorp was. Voor die schoolvergadering. Hij zei, dus pa en die sari hier in die gang af. Hij zei, ma, toen doen hij dat hij ding wat ma en Piet gedoen toen pa voor 6 weken op cursus was. Hey!